Op een expositie in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden wordt in verschillende kunstuitingen uit tal van Aziatische landen een beeld gegeven van het leven van Boeddha. Volgens de legende werd prins Gautama, die later als stichter van een zedenleer, het boeddhisme, miljoenen aanhangers zou krijgen, ongeveer 2500 jaar geleden geboren uit de rechterzijde van zijn moeder, koningin Maya. Een zeer zorgvuldige opvoeding kon niet verhinderen dat de jonge prins op een gegeven ogenblik een oude man ontmoette en daarbij voor het eerst kennis maakte met het begrip ouderdom. Afgietsels van de Borobudur, het boeddhistisch heiligdom op Java, tonen ons ook zijn aanraking met de ziekte en met de dood. Deze gebeurtenissen brengen een ommekeer in hem teweeg. Hij besluit het leven aan het hof vaarwel te zeggen en verlaat het paleis. Dit moment wordt de grote uittocht genoemd. Een tijd van strenge afzondering met vasten en zelftuchtiging doet de prins inzien dat dit niet de juiste weg is. Na lange tijd van meditatie onder de heilige vijgenboom, een meditatie die ondanks alle pogingen van Mara, de god van het boze, niet kan worden verstoord, wordt de prins het hoogste inzicht geschonken en wordt hij Boeddha, hetgeen de ontwaakte betekent. De goden nodigen Boeddha uit zijn leer te verbreiden, waarin hij de mens de weg wijst die tot opheffing van het leed voert. Predikend trekt hij door het land, tot hij op ongeveer 80-jarige leeftijd het aardse leven verlaat en ingaat in het hoge, het zogenaamde parinirvana. Zo wordt op deze tentoonstelling een interessant overzicht gegeven van het leven van Boeddha, wiens leerstellingen in de loop der eeuwen over grote delen van Azië verspreid werden.